Welkom bij VDL. VDL Groep is een van de grootste familiebedrijven van Nederland. We zijn een sterke groep met 87 zelfstandige bedrijven, ieder hun eigen specialiteit. Samen met ruim 10.000 medewerkers wereldwijd hebben wij een omzet van 3 miljard euro. We maken minis, bussen en we maken nog veel meer. Van eenvoudige kunststof of metalen onderdelen tot zeer complexe mechatronische systemen. En dat doen we voor klanten uit diverse markten. We zijn hier bij de Technology and Development Groep binnen ETG. ETG is een groep bedrijven binnen VDL die mechatronische machines ontwikkelen en produceren voor toptechnologiebedrijven eigenlijk over de hele wereld. Ik wilde eigenlijk de stap maken meer naar de praktijk. Ik wilde meer bezig zijn met echt producten aan een klant afleveren en die daadwerkelijk in een doosje worden opgestuurd. En dat is bij VDL erg goed gelukt, omdat we hier echt veel dichter bij de praktijk zitten. VDL ETG is een hele uitdagende plek om te werken, omdat je dus met heel veel verschillende soorten projecten bezig bent, ook voor verschillende klanten. Verder zijn we ook heel veel met vernieuwende technologieën bezig om zeg maar, onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Bijvoorbeeld 3D-printen, waar ik hier voorbeelden van heb. Maar ook bijvoorbeeld het meten van temperaturen tot een duizendste graad nauwkeurig. Verder is het internationale karakter ook heel leuk. Hè. Er zijn dagen dat we 's ochtends met Singapore met de fabriek in Singapore bellen en 's avonds met de klant in Amerika. En ik ga nu zelf bijvoorbeeld ook een aantal jaar in Amerika wonen om voor VDL te werken. En dat zijn wel hele leuke aspecten van het werk hier. Ik heb gestudeerd op de TUW in Eindhoven. Ik heb afgestudeerd in Internal Combustion Engines, Automotive tak. Ik ben meteen na mijn studie begonnen bij VDL ETG in Eindhoven. Daar heb ik gesolliciteerd als ordermanager, logistieke functie. Na 2 jaar ben ik doorgegroeid naar programmanager. En die functie doe ik nog steeds, doe ik ondertussen 4 jaar. Ik ben voor de helft ben ik verantwoordelijk voor de operationele performance. De andere helft van mijn tijd besteed ik aan het initiëren van verbeterprogramma's samen met mijn team. Het werken bij VDL is voor mij met name interessant omdat ik enorm breed bezig ben in mijn functie. Ik heb werktuigbouwkunde gestudeerd. Ik heb nog steeds die affiniteit met de techniek. Ik raak de techniek nog steeds, maar ik heb een enorm scala aan werkzaamheden. Ik heb mechatronica gestudeerd. Ik ben afgestudeerd vervolgens hier bij VDL ETG. En na mijn afstuderen hebben ze mij een functie aangeboden en ik ben nu System Engineer voor de Weefruimer. Hier zien we onze Motion Control testopstelling. Wij doen hier allerlei onderzoek op en roadmap technologieën ontwikkelen op het gebied van Motion Control. Dat willen wij namelijk aan kunnen bieden aan onze klanten als totaalpakket. Hier zien we het oude elektronica kabinet van de huidige Weefruimer. En hiernaast zien we een nieuwe variant gebaseerd op EtherCAT. Wij proberen dat 1-op-1 over te zetten om zodoende een modulair platform voor VDL ETG te ontwikkelen. We zijn nu bij VDL Fibertech Industries. We maken composietonderdelen voor onder andere de medische industrie, defensie en de luchtvaartindustrie. VDL Groep organiseert heel veel verschillende evenementen, waaronder het IVE-evenement. Dat staat voor Young VDL Employees Event. Daarin sparren jonge medewerkers uit de hele VDL groep met elkaar en delen ervaring uit in een leuke setting. I'm from Colombia. Over there I did my bachelor's in electronics engineering. Then after that I moved to Italy where I pursue my master's and PhD in mechatronics engineering. I will describe the working atmosphere at VDL as a very positive, open and very international, which where every day you meet with different kind of people from around the world. And that makes the work, the team work, more exciting. I think at VDL you can find a lot of opportunities to grow. VDL as a successful company has different clients in different markets, which translate to different projects, and then you have countless opportunity to grow in every direction. We are now in the cleanroom class 1000. We are working on developing new parts and my colleagues behind me, they are assembling mechatronic parts.
Hoe ik bij VDL ben teruggekomen is, ik heb werktafelkunde gestudeerd aan de Universiteit Twente. Hier heb ik mij gespecialiseerd in stromingsleer. En op een gegeven moment kreeg ik via de universiteit de mogelijkheid om naar Volkswagen te gaan. Hier ben ik voor een stage begonnen met de aerodynamica van auto's. En ik ben 2 jaar gebleven, superleuke tijd gehad. Maar op een gegeven moment wou ik graag terug naar Nederland. Wou ik graag in mijn werk wel iets doen binnen de automobielindustrie. En als het kan ook iets met aerodynamica. Nou, dan is VDL Groep wel een van de opties. En ik heb een open brief gestuurd naar het hoofdkantoor. En een paar weken later zat ik hier al. Waarom mensen graag bij VDL werken? Ik denk omdat je bij ons het verschil maakt. Onze kracht zit echt in onze mensen en daar investeren we in. En niet alleen kun je met passie en plezier aan je vak werken, je krijgt veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Waardoor je je eigen kansen en doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf creëert. Zowel nationaal als internationaal. En dat alles in een informele, open en directe sfeer. Ondernemerschap, resultaatgerichtheid en samenwerking staan bij ons centraal. Onze slogan is niet voor niks, kracht door samenwerking.